CDA-politicus Hans Horlings ging in 2011 aan de slag als wethouder van Midden-Delfland. Hij was eerste loco-burgemeester en onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Verkeer en Volksgezondheid. Ook was hij dorpswethouder van de kern Schipluiden. Burgemeester Arnold Rodenburg reageert geschokt. Hans Horlings, onze collega, is overleden. Dat bericht komt keihard aan. Overleden aan het coronavirus. Treft ons allen diep in het hart. De gemeenteraad, de wethouders, het college, onze medewerkers zijn er echt allemaal kapot van. We kennen Hans als een keihard werkende wethouder die echt altijd met Midden-Delfland in de weer was. De hele dag, nachten werkte hij voor Midden-Delfland. En ineens wordt hij geraakt door zo'n virus. Zo'n onzichtbaar virus en venijnig ook in de gelijke tijd. En ja, dat doet ons allemaal wel stilstaan. We staan ook stil bij zijn gezin, bij Sibel, zijn vrouw en dochtertje Dilara. Die gaan nu ook een echtgenoot missen en een vader. En dat is heel erg pijnlijk, verdrietig ook. En we zijn ook bij hun in gedachten. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook in gedachten bij alle andere mensen die in de ziekenhuizen liggen en ook vechten voor hun leven. En ook dat is pijnlijk. En het is misschien ook wel goed om dan nu ook wel te zeggen, hou je toch vooral aan alle maatregelen, want het is van levensbelang. Bij het gemeentehuis in Schipluiden hangt de vlag half stok. Horlings is 58 jaar geworden.